De burgemeester knipte met een schaar. En Leijder nam afscheid van de tourcaravaan. Eén dag nadat de organisatoren zich woedend tegen de tourdirectie hadden gekeerd. Want Jan Raas, die toen de individuele tijdrit won, mocht naar Sint-Willebrord niet in de gele trui starten. En daarmee was Leiden in last. Maar het vertrek vond toch plaats. En de 110 renners bleken op de eerste van de in totaal meer dan 4000 kilometer niet van plan zich te haasten. Er stond een straffe westelijke wind die de coureurs vrijwel voortdurend tegen hadden. De enkeling die er tussenuit probeerde te gaan, werd door het peloton telkens snel weer teruggehaald. De tocht naar Sint-Willebrord bood daardoor weinig spectaculairs. Ook voor de televisie, die de renners over het hele traject volgde. De wachtenden in de Brabantse finishplaats hadden over de ravitaillering niet te klagen. Naarmate de karavaan dichter bij het eindpunt kwam, vonden er vaker korte uitlooppogingen plaats. Maar pas in Sint-Willebrord zelf viel de beslissing. En hier nam Jan Raas wraak op de toerleiding. Op 700 meter voor de eindstreep zette hij aan voor een lange sprint. En hij ging zo snel dat niemand hem kon bijbenen. Sommige tour-officials hadden het nogal moeilijk met deze overwinning, die Jan Raas nu toch de gele trui opleverde. Hij zou deze na Brussel weer moeten afstaan. Maar zijn triomf in Sint-Willebrord kon niemand hem meer afnemen. Evenmin als de pakkende huldiging.